Iets met Sparta heb. Sparta. Als gewone jongen van Zuid was dat een mysterie voor me. Op Spang hadden ze geen stadion, die hadden een kasteel. Die speelden Engels voetbal, keihard. Ze hadden ook een Engelse trainer. Ik hield van dingen die anders waren dan gewoon. Is Bosselaar, Tony van Ede, Andries van Dijk, Hans de Koning, betonnen rots in de branding. Dus ja, er was nog iemand vergeten, maar de vrouw nog van een oud-leerling, Tini, en de dochter van Jos. Kortom, Sartre met zijn clubje, Sartrista had gezeten, want dat café is niet veel veranderd. En ik schreef dat op, kreeg ik een reactie over neemdroppen gesproken. Ik denk, wie is dat? Bert Nicodem. Gelijk had hij, want hij wist helemaal niet waarom ik dat deed. En dacht, er zit een of andere maloot op te scheppen wie dat hij allemaal in Parijs kent. Nou ben ik ontzettend blij dat hij... Ik heb hem toen uitgelegd dat het met het boek te maken had en dat hij toch vandaag hier is. Ik herinner me niets van. Nee, hoor. Nee, je hebt niks kwalijk. Nee, helemaal niet. Ja, je had groot gelijk. Je had groot gelijk mee. Vandaag zijn Bert en Walden hier om met mij een eerbewijs te geven aan het Franse chanson. Wat ze gaan zingen weet ik van één lied, de rest niet, dat is voor mij een verrassing. Dus aan jullie jongens. Dankjewel dat je hier bent. Bert Nicodem en Walden Roes. Goedemiddag. Bert en ik willen graag de aftrap doen met een chanson van een van Frankrijk's grootste vedettes, Edith Piaf. En wel met Padam. Misschien kent u het. Heet u dat ook wel eens zo'n liedje wat de hele dag door je hoofd zamert? Je gaat ermee naar bed, je wordt ermee wakker, je wordt er stapel gek van. Daar gaat Padam over. Thank you.
in Parijs, maar dan in het Nederlands. Daar deed ik hem in het Frans, vond ik wel eng, maar iemand had hem, nadat ik hem geschreven had, nagekeken. Ik vond het lastig om te beginnen. Ik begon eerst met Et maintenant, Que fais-je faire, en dat vonden ze wel een leuk begin. Ze kenden dat lied. Daarna begon ik met Français, Française, want ik dacht dat heb ik jaren willen doen, dat doet alleen de president. Parisien, Parisienne, en ik dacht er moet toch ook nog voor die paar Nederlanders, Néerlandais, Néerlandaise. Ja, misschien is er iemand in de zaal die denkt dat moet toch Hollandaise zijn, maar c'est une sauce. En die grap werkte nog ook, ik dacht ja misschien loopt dat wel helemaal mis, want humor is niet overal hetzelfde. Ik doe het nu dus in het Nederlands. Hoe kom ik op Moulogie? Dat vertel ik hier. Ik had een leraar Grieks in Rotterdam, Wim van Alkemade. René kent hem nog, want die heeft ook les van hem gehad. En die ging toen ik veroordeeld werd om in Amsterdam te gaan studeren, overigens klinkt dat erger dan het was, hoor, dat waren 6 leuke jaren, ging hij ook naar Amsterdam, ging lesgeven op het Spinoza Lyceum. En hij had me, ver voordat ik wist dat ik naar Amsterdam moest, de plaatsingscommissie, zijn adres gegeven van kom maar eens langs als je in Amsterdam komt. En na 2 weken dat ik in Amsterdam studeerde, stond ik al bij hem voor de deur. Wanneer hij samen met zijn kameraden, met Nadie Meij bijvoorbeeld, in een café van de Luxbar staat, op nummer 12 van de Rue Lepic op Montmartre. De liefde. Ach ja, de liefde. Iets essentieels in het ware leven met echte gevoelens. Moulogie schijnt, ook volgens zijn eigen woorden, een erg romantisch mens geweest te zijn. Vol van illusies. Verlangend naar de oprechte tederheid. Getuigen van zijn privéleven hebben mij verteld dat hij een erg aardige, lieve man was. In zijn liefdesleven waren er liefdesgevoelens uit zijn jeugd. Mensen, bedankt. Dit was mijn verhaal over het boek van Moulogie. Het is nog niet afgelopen. Ik heb iets heel geks meegemaakt. Ik heb veel gekke dingen meegemaakt in Parijs. Maar ik zat op een middag in Le Pain Tranquille bij Forum des Halles met Jean Lapierre, die ook opgetreden heeft bij de presentatie later. En Jean Lapierre zegt aan mij, Dick, tu viens de Rotterdam, tu connais Rob Maas. Dan vind ik dat een gekke vraag. Want Rotterdam is vrij groot. En of ik nou van die 600.000, 700.000 mensen uitgerekend Rob Maas ken. Maar ik kende Rob Maas. Misschien kennen sommigen van jullie hem ook. Rob was vroeger van de discotheek van de Doelen. Hè? Ja. En de Service Connais. Ah, zei hij. Ik heb hem 40 jaar niet gezien. Hij heeft al eens iets georganiseerd. Bij de Franse Chanson ben ik voor naar Rotterdam gekomen. Ik zou die zo graag nog eens zien. Kun je mij met hem in contact brengen? Ja, natuurlijk. Dus ik heb van Paul toen een nieuwe telefoonnummer van Rob gekregen, een nieuwe mailadres. En ik heb in contact met hem gezocht. Ja, Dick, hoezo? Wat ben je aan het doen? Hoe ken je Jean Lapierre? Ja, ik ben een boek aan het maken over Moulogie. Ah, Moulogie, die ken ik. Ik ben eens een keer in een Zuid-Frans dorpje geweest. En daar zat iemand te pielen met het geluid en het lukte maar niet. En toen heb ik geholpen en meteen moest ik maar het geluid doen die middag. Ik ben een keer dus een geluidstechnicus van Moulogie geweest. Staat in mijn boek natuurlijk, heb ik meteen meegenomen. Maar wanneer ga ik het boek presenteren? Nou, in september, in Olympe Asiel. Dan kom ik. Maar Rob, hoe oud ben je? Ik wist dat hij al behoorlijk op leeftijd. Nou, 90 zei Rob, maar dat maakt niet uit. Ik kom lekker naar Parijs. Dus Rob en zijn vrouw zijn naar Parijs gekomen. En hebben daar een heerlijke middag in Olympe Asiel gehad. Daar heb ik dit verhaal ook verteld. Daar vonden ze het nog onwaarschijnlijker, hè, dat je net zo iemand kent uit al die Rotterdammers. Ik vond het prachtig dat hij er was. Jean Lapin vond het schitterend natuurlijk na 40 jaar. En s'maandagsmorgens werd ik gebeld. Dick, on est chez Café Beblais, tout près de ton hotel. Je viens aussi. Okay. En we hebben daar gezeten. En ineens gaat de telefoon van Jean, Dick, Armel, mijn uitgever. Ja, Dick, ik ben daar gisteren geweest, je had een mooi verhaal. Ik wil dat boek uitgeven, en français. Maar jij moet een vertaler zoeken. Dankzij een collega, Vera Frans,
oud-collega. Heb ik een vertaler gevonden in Brussel. Ik ga in december terug naar Parijs. Een paar nieuwe hoofdstukjes zelf schrijven in het Frans. En praten met de uitgever en op de Nederlandse ambassade. Want moet, ja, een vertaler moet betaald worden natuurlijk. Verdienen net nog minder, nou verdienen misschien net iets meer dan een schrijver, maar wordt er ook niet rijk van, maar moet wel betaald worden. Dus als dat lukt allemaal, dan komt er een vertaling en dat vind ik wel onwaarschijnlijk. Dus ik vertel het nog aarzelend, want net zoals dat presenteren in Ola Pijsiel, denk ik, dat gaat niet door natuurlijk. Maar het gaat misschien wel door. Ik hou jullie op de hoogte. Activisten voor gelijke rechten, een hele bijzondere vrouw, echt een voorbeeld voor velen. Zij is in Amerika geboren, maar zij heeft de Franse nationaliteit aangenomen en daar gaat het volgende lied over. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ik hou van Amerika en van Parijs. Oh,
Ja, prachtig. Ja, dit was contractueel afgesproken. Als jullie straks toch, nadat ik de middag gesloten heb en toegift willen, moet je daar dan je best voor doen met klappen. Mensen, ik was in Parijs. Ik vind het prachtig, dit lied van Josephine Baker. Ik vond haar ook een geweldige artieste. Maar ik was in Parijs bij een terugblik op haar leven. Van een nieuwe jonge zangeres in Le Hall de la Chanson. En toen ik daar van thuis kwam op een hotel, toen appte ik met een vriendin uit Cameroen die ook in Parijs woont en die dit lied ook zingt, Ange. En ik zei, Ange, weet je wat mij opviel? Dat zowel de mensen die tegen haar protesteerden, als de mensen die van haar genoten, hartstikke racistisch waren. Die mensen die tegen haar protesteerden, wat moet je met zo'n vieze dominee erin? Weg ermee, smerig, dat bloot allemaal. En die mensen die van haar genoten zeiden, lekker, zo'n zwarte negerin. Die doet dingen die onze vrouwen niet durven. Eigenlijk even erg, hè? En toen zei zij, wie? Die tu as raison. Zij vond dat ook. Het was niet dat ik haar op het idee bracht, ze vond dat al lang. Ja. Over na te denken, hè? Mensen, bedankt dat je hier was. Ik moet nog iets zeggen. Dit boek gaat nog even door, dat heb je gehoord van mij, maar er is wel een ander boek ook dat in aantocht is. Ik ben sinds 2,5 week bezig met een boek dat ik voorlopig even als werktitel heb gegeven van Capelle tot Kharkov, in voor- en tegenspoed, het leven van Nico de Borst en de stichting Breath. Sommigen van jullie kennen Nico misschien, hij komt wel eens in de publiciteit af en toe. Je ziet hem ook wel eens in Op 1, met Yevgeny Levchenko onder andere. Nico de Borst, daar staat hij. Een jongen met een hart voor Sparta, maar ook met een hart voor Oekraïne. En hij is al jaren de drijvende kracht achter de stichting Breath. Toen wij in Café Gommers de Havense Zaterdag deden, is hij daar al eens als gast geweest. Dat was zo rond de eeuwwisseling. Hij gaat er nog steeds keihard mee door en in deze tijd is het des te nodiger. Misschien wil hij zelf nog even iets erover vertellen. Dan deel ik via de eerste die hier zit dit uit en dat kun je dan aan elkaar doorgeven. Hè? Dat lijkt me een handigste manier. Nico, jongen. Ja, Dick, dankjewel. Goedemiddag. Ja, Nico de Borst. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat zo'n man als Dick, dat zo, de romantiek, die ruikt van jouw woorden af, weet ik. Ik hoor een vriendin in Cameroen, ik hoor een vriendin in Hanoi, in Parijs. Binnenkort in Capelle natuurlijk. Maar dat vind ik zo mooi en dan vind ik de romantiek van de muziek van jullie beiden. En Bert heeft nog eens gespeeld op een eerste benefietavond voor Stichting Bret in het Isola Theater in Capelle aan de IJssel. Ja, dat was ook een hele mooie avond, Bert. Ja, ik heb mijn hart verpand aan mijn gezin en ook aan mijn vrouw natuurlijk, hè, want ik ga niet over vriendinnen, want jij gaat dan met mijn vrouw spreken, dus ja, dan ga ik niet over beginnen. Dinsdag wordt dat tegen. En ja, ik heb mijn hart verpand aan deze club, Sparta. Hè, we hebben het er net over gehad, hè, van het, ja, dat is toch een deel van je leven en dat zal nooit anders worden. Ik zeg wel eens, als ik naar Amerika zou verhuizen, dan zou ik toch nog twee plaatsen hier op het kasteel willen hebben. Ja. Voor de zekerheid, hè, dat als wij Champions League spelen en een stadion is iedere week uitverkocht, dat ik toch een plekje heb. En ja, daarnaast, mijn gezin heb ik al genoemd, ik heb een bedrijf, ik zeg altijd over mijn bedrijf, ik heb een accountantskantoor. En dan zeg ik altijd van, met mijn kantoor verdien ik mijn geld en Stichting Bret, dat maakt me rijk. En ik heb zo'n beetje 250, 300 kinderen waar ik de verantwoording voor voel. He, want we hebben net wat Dick zei met Levchenko samen in Oekraïne. Lef, ik zat hier in de bestuur bij Sparta en toen kwam Lef bij ons voetballen hier. En toen liet ik hem zien dat we een mooi kinderdorp in Roemenië hadden gebouwd. En Lef die zegt, Nico, ga nou eens een keer mee naar mijn geboorte reageren. He, want daar hebben we ook genoeg problemen. Zijn we tussen kerst en oud en nieuw zijn we naar de Donbass gegaan. 3 jaar terug zat iedereen me aan te kijken.
Nico, Donbass, is dat ergens op Jupiter of waar ligt dat? Nu weten we wel wat de Donbass is. En we hebben daar kinderthuizen en dat geeft mij zo'n rijk gevoel in mijn leven, kan ik je zeggen. Dat is zo verschrikkelijk mooi om te doen. Ik had nooit gedacht bij de start van onze stichting, dat is uit mijn hart lopen in Sparta shirt, is dat voortgekomen. Het overlijden van mijn moeder heeft daar een rol in gespeeld. Ik had nooit gedacht dat dat zoveel zou brengen in mijn leven. Dat de zorg voor anderen, dat zo'n mooi iets is. Ja, en dan hebben we 24 februari gehad. En toen Poetin die dacht van, joh, ik ga met mijn vliegtuigen ga ik eens naar Oekraïne. En ik ga daar bombarderen. En wij op een aantal kilometer van een luchtmachtbasis hadden Lef en ik een huis. En de kinderen die we hebben, die komen van de straat. Die worden door de politie opgepakt. Die gaan naar het ziekenhuis een paar dagen. Dan gaan ze naar het internaat. Dan selecteren wij een echtpaar. En dan vormen wij, dan brengen we die ouders brengen wij in contact met die kinderen. En dan vormen ze een gezin. En als je dat dan ziet, die ontwikkeling. Die kinderen die voelen zich echt broertjes en zusjes van elkaar. Dat is zo verschrikkelijk mooi om te zien. En een van die gezinnen woonde vlakbij een luchtmachtbasis en die kinderen die hebben al een achtergrond, een beetje een trauma opgelopen. En toen kwamen die vliegtuigen, die gingen bombarderen op die luchtmachtbasis. De kinderen van ons die werden die morgen wakker door het geluid van de bombardementen. En door de drukgolven van die bommen werden de ramen uit de slaapkamers geblazen. Dus dat is een trauma op zich. Op zich hebben die kinderen, we hebben ze allemaal geëvacueerd door al onze gezinnen. En we hebben ze bij elkaar kunnen houden. Er zitten gezinnen in Glimmen, in Groningen, in Leek in Groningen, in Hieren, in Putten, in Bergen aan Zee. Overal hebben we die gezinnen zitten. En nou is eigenlijk onze focus, want die mensen die krijgen hier best wel wat. Hè? Ze krijgen ondersteuning van de overheid. En, we zorgen best wel goed voor. Maar nou zijn er nog heel veel mensen achtergebleven in Oekraïne. En ik ben zelf heel veel keren in Kharkiv geweest. Jij bent Kharkov en dan moet je toch Romanen goed spreken. Je bent een romanticus, maar ga dat niet meer Kharkov spreken. Nee, dat Russisch. Ja, helemaal. Kharkov is Russisch. Ik weet het. Ja. En Kharkiv is Oekraïne. Niet naar Lef zeggen, hè? Niet naar Lef. Maar er zijn heel veel mensen achter me. Ik ben veel in Kharkiv geweest. En dan liep ik wel eens in de winter liep ik op straat. En dan was het -32 graden. Als ik op straat liep, dat deed gewoon zeer aan mijn gezicht. Weet je, dat deed gewoon pijn aan je gezicht. En nou, die winter die is het hevigste in januari, februari. Die zitten weer aan te komen. En Dick, je liet dat foldertje al zien. Nou hebben we met Lef samen, Victoria erbij natuurlijk, hè. Die mag er ook bij zijn, hoewel ik er best wel graag bij heb, want jij hebt over je vriendinnen. Mag ik toch wel? Of heb over Victoria ja, ik of oh.
literatuur? Ik denk het wel. Ja? Rotterdamse literatuur, ja. En wat kenmerkt dat dan, Rotterdamse literatuur? Nou, de zeevaart, de havens, de wederopbouw. Dat soort aspecten komen altijd terug in de echte Rotterdamse literatuur. En in jouw boek? Ja, dat ik ken, Goel, komt er zeker voor. Hè? Ja, dat, ja. Is, dat was mijn eerste roman. Mm-hmm. 2014, ben laat begonnen. En dat heet niet naar de haven van Rotterdam, maar dat heet naar de verst gelegen binnenhaven van Engeland. Hoe kwam je op die plaats, Goel? Goel, ik ben daar ooit zelf geweest. Mm-hmm. Ja, met een klein, wel handig, hè? Ja. Ja, met een klein vrachtschip ben ik daar naartoe gevaren. Vanuit Harlingen. Toen dacht je, daar maak ik een roman. Dat is pas veel en veel later is dat gebeurd. In Goel ontmoette de hoofdfiguur van dit boek, Bert Timmer, de liefde van zijn leven. Ja. Sandy. Die heeft zijn leven richting gegeven, die ontmoeting, en ook in het 100 gestuurd. Ja. Bert gaat varen, hij werkt een tijdje voor een krant, ook dat. Speelt zich in Rotterdam af, toen we nog kranten hadden. Heel veel kranten. En toen er nog kranten gelezen werden. Ja, ja, en de laatste is natuurlijk de NRC geweest, die ook naar Amsterdam is verhuisd. Jan. En hij verslaat Reiziger voor die krant. Goel is ook een zoektocht naar het leven. De zin van het leven. Het eigen leven en het leven van ieder mens. Dat je maar ongevraagd krijgt. Nou, daar zit ja. Want je motto is ook prachtig, vind ik. Hè? O, dolende en onzekere ziel van wie zich inscheept. Ja. Dat heeft die jongen is voortdurend aan het zwerven, hè? Ja. En hij in een vlaag van avontuurlijkheid, maar eigenlijk is hij niet die avonturier die hij wil zijn. Nee, helemaal weg. En hij komt in Rotterdam. De brug ging open en het verkeer stormde onder het poortgebouw door op de Koninginnenbrug af. Daar stak de hef zijn trotse kop in de wolken en weer stopte de ganse menigte voor de rinkelende bellen van de Koninginnenbrug. Nu ging ook de hef omhoog, langzaam, statig, terwijl de betonblokken langs haar zijden daalden als waren het machtige blote armen die de stalen spoorbrug omhoog trokken. Een bok passeerde en een paar vrachtschepen gleden door de Koningshaven. Na een minuut of 20 was het verkeer te water gepasseerd en de brug begon te zakken. De machtige betonblokken stegen op, zetten het grote vliegwiel van de zwoegende stad in beweging. De rode lichten doofden, de rood-witte slagbomen verhieven zich en de reus van het verkeer kwam op gang. Een niet aflatende stroom auto's, fietsen, brommers, voetgangers schoof met toenemende snelheid over de bruggen de stad in. Het was of Bert de genade van een blik in de toekomst ontving. Hij dacht aan de beelden uit de film Metropolis. Voor zijn geestesoog verrezen langs de borden van de Maas tientallen gebouwen, waarvan de toppen schuilgingen in de wolken. Al die passerende mensen, die duizenden arbeiders met hun doorgroefde gezichten, zullen dit tot stand brengen, dacht hij. Zij zullen die hemelbestormende wolkenkrabbers bouwen. De arbeiders die de klank van staal op staal, de klappen van de heiblokken en het licht van de knetterende lasapparaten op de scheepswerven in hun oren en ogen meedragen. Daar gaan ze, met hun lege, ingeklapte aluminium broodtrommeltjes tussen de snelbinders. In deze stad moet ik zijn, riep hij euforisch uit. Deze stad van bloed, zweet en tranen. Hier gebeurt het. Hier moet ik mij vestigen. Hier zal ik mijn thuis vinden.